Hey Alex. Goeiedag. Goeiedag. Het is de laatste dag voor de opening, toch? Zeker. Ja. Zeker, dat is wel het idee, ja. Maar, ik zie nog van alles gebeuren. De ramen worden gezet. Er wordt iets met de kassa gedaan of in een oven. Alles, ja. Daar worden stickers geplakt. De stickers geplakt, de laatste dingen worden gedaan. Bord wordt geschreven, alles moet opgeruimd worden. En dan hopen we morgen om 10:00 zover te zijn. Onder welke naam? De Zeeuwse Broodjes. Ja, precies. Maar jullie bestaan eigenlijk al, toch? Dat... Wij bestaan al, ja. Davina, hier! Kom nog ook even bij gezellig, ja. Toch? Het is maar heel leuk, hoor. Heel leuk. Welkom. Hey, maar jullie bestaan al, vanuit waar opereren jullie dan nu eigenlijk, met Broodjes en Service? Momenteel zitten we vanuit Ceruskerke, Brasserie de Olme. Uit Ceruskerke? Uit Ceruskerke. Zijn we 3 jaar geleden begonnen, is een brasserie. Daar doen we ook catering. Daarnaast voor chef Alex, daar ben ik ooit mee begonnen, eigenlijk nog een stukje daarvoor. En dat doen we nu een paar jaar. En eigenlijk waren we toe aan een volgende stap. Vorig jaar is eigenlijk dit concept bedacht. Eerst alleen gericht op bezorgen vanuit de brasserie. En eigenlijk is dat zo goed aangeslagen en zoveel positieve reacties dat we toch gaan kijken of we moeten er ook nog een eigen plek voor krijgen. En de keuze was wel snel gemaakt dat dat in Middelburg moest gaan gebeuren, omdat wij denken dat dat de enige wereldstad stad is die dat toelaat, die de combinatie toerisme, studenten en het werkleven samen heeft. Ja, en toen kwam dit ineens vrij. Ja, wat sneller dan gepland, maar toen hebben we de stap gezet. Ja, en nu zijn jullie inderdaad frisse kleuren, zie ik veel oranje. Ja. Ja. Ik zag ook hier, dit zijn gewoon kussens waar je spullen op gaat etaleren. Of niet? Want mensen zitten, kunnen er ook even gaan zitten om te wachten. Oh, precies. Ja. Het ziet er heel fris en zomers uit. Fris uit. Maar wat ik zie daar al wel wat op het bord staan, daar zijn jullie ook net mee bezig. Ja. Maar wat gaan jullie nu precies, waar kunnen mensen hier voor terecht? Ja, de hoofdzaak is eigenlijk alles voor de lunch. Dus broodjes, salades, soepen, noem maar op. Een stukje fruit, ook wat groentes. Echt wel gericht op eten en vooral op het meenemen ervan. Buiten komen wel wat tafeltjes, daar mag dus wat genuttigd worden. Daarnaast bieden we catering aan, dat doen we eigenlijk altijd, gaan we ook hier wel aanbieden. Dat zal wel vanuit de brasserie natuurlijk zal dat komen. Ja. En het wordt aangevuld met delicatessen, dan moet je denken aan bier, wijn, kaas en dan alles met zoveel mogelijk met een Zeeuws tintje. Waar de kwaliteit, waar de Zeeuws kwaliteit beter is, is het Zeeuws. Ja, op het moment dat dat niet zo is, zul je ook wat andere dingen hier vinden. Ja, dat klinkt dan heel goed. En ik zie dat er ook een koffie op gaat, dus mensen kunnen hier eventueel ook een bakje doen. Ja, we kunnen koffie meenemen, allerlei soorten, espresso's, cappuccino's, noem maar op. En jullie zijn alle dagen open van hoe laat tot hoe laat? We zijn in eerste instantie van dinsdag tot en met zaterdag. Oké. Okay. Vanaf 10:00 tot 6:00. Ja. Oké, okay. Nou, hetzelfde. Zijn er nog andere dingen die jullie kwijt willen? Wie wordt het gezicht hier bijvoorbeeld? Of, Davina zal meer te zien zijn dan ik. Ik zal in de eerste instantie er heel veel zijn. Maar omdat we nog een andere zaak hebben, zal ik mijn tijd wel moeten verdelen. En daarnaast zal er ook personeel hier komen werken en dat zullen vrouwelijke dames zijn die je graag voorzien van een lekker broodje, een lekker drankje en geniet er maar. Dus als je zegt, kom langs en kom het proeven. Ja, ik loop nog heel even een klein stukje zo, dat ook al is het nog niet helemaal af, dan kunnen mensen toch een klein beetje zien in grote lijnen hoe het eruit komt te zien. Gaat het allemaal goed, mevrouw? Ja. Ik moet dit op een filmpje. Nee, we zijn mee. Ja. Hartstikke leuk en heel veel succes. En dat het maar een mooie zaak mag worden en blijven. Dankjewel.